vertegenwoordig twee programma's, zijn de Familie en Beat VTM. Beat VTM, daar kan de gewone Vlaming jullie uithaken. Ja, ja, en wij hebben de startaflevering al opgenomen. En ik moet zeggen, dat was een zeer emotionele dag. Dat was best wel heftig, omdat we met z'n achter echt de beste uitdaging bij het beste VTM-gezicht moesten leggen. En ja, uiteindelijk, er zijn heel veel stoere uitdagingen bij. Echt waar mensen tegen het plafond van hun mogelijkheden en zelf erover moeten gaan. En toen ik thuis kwam en ik vertelde aan mijn twee dochters wat ik moest gaan doen, hebben die denk ik toch wel een half uur met de slappe lach gezeten. Dus over comfortzone en toestanden gesproken, ik ga er ferm over. Ja. Ja, je maakt ons natuurlijk heel nieuwsgierig. Dat is ook de bedoeling. 2 september is de startaflevering al. Dat is niet zo lang meer. Hè? Nee. En ja, ga je iets moeten doen? Allee, ik bedoel het fysiek. We moeten eigenlijk allemaal proeven doen en dat is bij de ene al iets fysieker dan bij de ander. Laat ons zeggen dat mijne niet echt super fysiek is, maar een hele slechte conditie is toch niet goed meegenomen. Er is aan mij onder andere gevraagd of ik last heb van spataders, want anders kon ik dat niet doen.